Hallo en welkom bij Short Talks. Deze week acteur Tygo Gernandt. Maar ik ben wel een acteur die altijd zoekt naar verder weg van mezelf. En we spreken met nieuw Nederlands filmtalent in onze Yellow Carpet rubriek. Tygo, welkom bij Short Talks. Je hebt sinds je 12e in meer dan 40 films gespeeld. Was het toen al duidelijk dat je acteur wilde worden? Ja, ik was 5 jaar oud en toen wist ik al dat ik wilde spelen, acteren. Ik had altijd een verkleedkist van mijn moeder en daar zaten jurken in en allemaal. En ik vond het leukst om de hele dag alleen maar me om te kleden en iemand anders na te doen. En vrouwen na te spelen en mijn opa na te doen, je oude opa. Dus ik was altijd al aan het spelen. Wat vond je er zo leuk aan om dat te doen? Iemand anders zijn. Ja, het is heel raar om te zeggen, maar als je, voor mij is acteren, ben ik in het wit. Dus het lijkt wel alsof alles opnieuw, alles mag zijn. Ik kan vliegen, ik kan dansen, ik kan zingen, dus alles mag. Een soort ja, blanco blaadje waarop alles ingekleurd mag worden en elke keer weer opnieuw. Elke dag is anders, alles is nieuw, dus daarom. Is acteren dan een soort van verslaving, dat je altijd iemand anders moet zijn? Ja, dat is de verslaving van mijn leven. Acteren. Ik moet spelen. Dat heeft ook te maken met dat alles mag. Dus ik kan elke dag opnieuw iets nieuws voelen, iets nieuws. Wat niet heel goed is voor hier, maar wel heel goed voor je spel is. Bam vertelt het verhaal van een hele eenzame vrouw die op internet op zoek is naar liefde. En op het moment dat ze het vindt, wordt Nederland aangevallen en gebombardeerd. Het is wel een heel klein beetje een vingertje naar. Iedereen doet alles op internet, maakt de hele dag selfies. En ja, daar zit voor mij iets treurigs aan. In eerste instantie de samenwerking met Annemiek is voor mij heel belangrijk. We kennen elkaar al bijna 25 jaar. Ik heb al veel met haar gewerkt en ik wilde haar nu eens in een hoofdrol zien. Dus in die zin betekent deze film voor mij vooral een klein bekroningje op onze vriendschap. En dat het ook nog een keer een heel leuk filmpje is geworden, vind ik zelf. Daar ben ik dan natuurlijk heel blij mee. Als je wil weten wie je bent, moet je weten waar je vandaan komt. Untuk Selalu is een korte documentaire over de verschillen en overeenkomsten tussen de 4 grootste groepen met Indonesische roots in Nederland. We hebben alle 3 dezelfde roots in Indonesië, maar hebben ook heel veel verschillen. En deze zouden we het beste konden laten zien. Dus we willen dus gewoon weergeven welke mooie dingen, aspecten we hebben qua rituelen per doelgroep. Het was heel leuk en heel bijzonder, omdat het onszelf ook heel erg aan nadenken heeft gezet over onze eigen cultuur, over die van anderen, maar ook over onze identiteit en op de manier hoe we dat naar buiten konden brengen, maar ook voor onszelf om gewoon nieuwe verhalen te ontdekken. Dit zijn mijn opa's en oma's. Die zijn in 1951, toen de RMS was uitgeroepen, vanuit de Molukken naar Nederland gekomen. Nog belangrijker willen we met deze film bij elk persoon die het ziet een soort van nieuwsgierigheid opwekken om te begrijpen waar je vandaan komt. Want dat is iets wat heel erg terugkomt in onze documentaire, is dat als je wilt weten wie je bent, moet je weten waar je vandaan komt. Dus voor jou gaat acteren om nieuwe emoties? Acteren is echt voelen. Je kan nooit echt iemand anders zijn, want ik ben altijd Tygo. Maar ik ben wel een acteur die altijd zoekt naar verder weg van mezelf. Maar hoe krijg je een balans tussen jouw eigen emoties en de emoties van je personage? Dat is heel duidelijk afstand nemen van een script. Dus daadwerkelijk zien dat ik het als Tygo lees, maar als een ander beleef. Maar dan nog probeer ik. Ik vind het niet eerlijk als ik speel in een karakter dat ik. En ik moet huilen omdat mijn vriendinnetje in de film overlijdt. Dat ik dan ga huilen omdat mijn oma overleden is. Dus geen method acting? Ja, misschien heet het ook wel methode acteren, maar method acting. Maar ik kan niet anders dan zijn. Ik wil het echt voelen. En dat is heel vermoeiend soms. Maar wel het mooiste vak van de wereld. En wist de 12-jarige Tygo dit al toen hij begon met acteren? Ik had nooit gedacht dat het zo ver zou gaan. Toen ik 12 was, dan doe je een petje op en dan doe je iemand na en dan zie je mensen lachen. En dan denk je, oké. Maar ik wist niet dat ik zo diep kon gaan als mens. Dat ik ook als Tygo zo ver in iemand anders kan verdwijnen. Dat ik daar gelukkig mee ben om een ander te zijn. Tygo, hartelijk dank voor je komst. Jij bedankt. En tot de volgende keer. Ja.